Dit goed? Ja, dit gaat goed. Ja, ik wil dus eigenlijk heel veel vertellen, maar mijn keel doet het niet heel goed. Dus ik hoop dat ik me een beetje red. En er zijn gewoon een paar droge dingen die ik wil vertellen, maar ik wil ze toch een beetje opleuken. Dat plaatje dat je daar ziet, dat is gemaakt, die foto, toen ik een jaar of 3 was. En dat ben ik namelijk met de schapen van mijn pa, die staan op de achtergrond. En de hond, daar loop ik mee. Nou, dus dit is in de enclave Uddel-Elspeet, waar volgens Erisman dus als eerste een en ander afgebouwd moet worden. Dus ik voel me wel een beetje aangesproken. Ik heb daar ook nog 7 bunden land in eigendom. Ik ga naar de volgende slide. En dan zie je mijn ouders met schapen. En dat is een beetje hoe ik betrokken ben geraakt. Ik heb daar nog wat land en ik vind het wel een beetje jammer hoe met de sector wordt opgegaan. Nou, ik heb daar dus inderdaad een stikstofrapport over gemaakt. Dat is weer een poosje terug. Allemaal verder ook niet zo spannend meer, want dat verhaaltje dat dendert gewoon door. En wat ik even uit wil lichten is, hoe denken we eigenlijk over natuur? Want voor een politicus is alles wat groen is, is natuur. Maar mijn voorouders, die al minstens 500 jaar wonen op de plek waar ik zit, die zagen dat als landbouwgrondheid, dus cultuurlandschap. Dat was eerst bos, hebben ze gekapt. En dat hou je een beetje bij met afbranden, schapen, plaggen, dat soort dingen. Daar moet je actief wat mee doen. En dat is een belangrijk onderscheid. Want dat betekent ook dat als je alles weghaalt van mensen en van bedrijven, wat dan ook, dat je gewoon het land helemaal teruggeeft aan de natuur, dat er dus altijd weer bomen gaan groeien. Je ziet op deze foto al wat struiken staan. Ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt in de beeldvorming. Rob Belsma heeft net een boek uitgebracht, Kerken van Goud, Dominees van Hout. En die klaagt over de massale bomenkap. Maar goed, dit is belangrijk om dit in het publiek tussen de oren te krijgen. Dat wensnatuur iets anders is dan echte natuur. En je kunt doen wat je wil, maar de natuur gaat toch zijn eigen gang. Dus daar kun je niet boeren mee. Je kunt wel boeren wegpesten, maar daar krijg je niet per se heidevelden van. En daar kom ik nu op het actuele thema. En dan zie ik dat N2000, Natura 2000, dat is gewoon keihard juridisch gedefinieerd van deze heide is natuur. Ja, dat is heel leuk. Alleen dan defineer je het eigenlijk zo dat die heide ook van zichzelf heide blijft. Dus je ontkent dat je daar keihard voor moet werken om dat cultuurlandschap te beheren. En je geeft vervolgens een andere groep de schuld van, ja, er gaan zomaar bomen groeien. Hoe zou dat kunnen? Nou, wat denk je? Dat helpt dus allemaal niet. En zowel TNO als juristen, als Erisman, allemaal hebben ze het over natuur. Dat is allemaal hartstikke leuk. Geesje Rotgers die zegt dat heel goed, dat als alles weg is, dat dan nog steeds de normen overschreden zijn. Dus dat ontspannen Nederland, ik zie het niet. Ik zie het niet. Ten eerste, het is niet in opdracht geschreven van een ministerie, maar wel gefinancierd. Ik vind dat, word ik niet ontspannen van. Dat zijn dat voor rare spelletjes. En als ik vervolgens kijk van welke gebieden moeten aangepakt worden, waar moeten boeren aangepakt worden. Ik weet niet of jullie het op de foto kunnen zien. Maar als je dat ontspannen noemt, ik noem het oorlog. Maar goed, dat is kennelijk heel ontspannen voor sommige mensen. De eerste auteur is Jan Willem Erismat. Hij wordt soms stikstofprofessor genoemd, voor het RIVM gewerkt. Uiteraard door WNF gefinancierd. Nummer 2 is al genoemd kameraad Berno Strootman. Land is van ons allemaal. Een maatschappelijk kapitaal. Al mijn voorouders hadden dat land kennelijk ook gekregen van de maatschappij. En die belasting die ik moet betalen, die wil Strootman denk ik heel graag betalen voor dat land. Maar goed, het is niet allemaal onredelijk. Ze zegt er ook van, je kunt niet van boeren vragen om het waterpeil te verhogen. En bladibladibladi zonder vergoeding. Nou, dat ben ik natuurlijk met hem eens. Maar het is wel weer allemaal extra gedoe en administratie waarvan ik niet zeker weet of het ook echt de natuur helpt. Wat ik wel zeker weet, en dat weten heel veel mensen niet, en dat is belangrijk als jullie dit iedereen vertellen. Dat is dat artikel in de Archeo. Nederland heeft te weinig landbouwgrond om de eigen bevolking te voeden. En dan hoor ik heel veel mensen zeggen van, hè, maar we exporteren toch juist heel veel. Nou, dat klopt ook, maar we importeren ook heel veel. Dus als iedereen vegetarisch gaat eten,
nou, dan komen we nog steeds een heleboel hectares tekort om de bevolking te voeden. En waarom is dat van belang? Het is trouwens allemaal op PBL-cijfers gebaseerd. Waarom is dit van belang? Nog een keer een CBS-woordvoerder, Cor Pierik. Nederland voedt niet de wereld, maar de wereld voedt Nederland. Nou, je zou zeggen, van, zolang alles goed gaat, gaat het prima. Maar er zit wel een risico aan. Bijvoorbeeld deze econoom, Laurens Loot, die heeft het erover dat als je klimaatproblemen krijgt of oorlogen of pandemieën. Nou, bij corona zagen we het al in sommige andere delen van de wereld dat de voedselzekerheid in gevaar kwam. En dit is een kwestie van nationale veiligheid. Dit moet je goed hebben. Als er shit uitbreekt en je hebt geen vreten meer, zoals in de hongerwinter, hebben we een probleem. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele Nederlandse samenleving. Om te zorgen dat we genoeg landbouwareaal krijgen. En zelfs dus meer. We hebben te weinig. Nou, de milieu is al genoemd. We zijn hartstikke goed bezig wat betreft het milieu. Daar ga ik even doorheen. Hier ga ik ook doorheen, want ja, onderhand weten we wel dat het OPS-model niet zo geschikt is. We weten dat die kritische depositiewaarden twijfelachtig zijn. We weten dat de emissiedata, dat gaten in zitten. We weten dat het wensventuur allemaal al jaren bekend, heel erg lang bekend. Er wordt niks mee gedaan. Waarom wordt er niks mee gedaan? Ja, geen idee. Het komt kennelijk niet goed uit. Maar wat wel duidelijk is, is dat er heel erg in modellen gedacht wordt. En dit is interessant. Dit is van Bleker van 2018. Die werkt samen met Erisman in een aantal publicaties. Die zegt, we kunnen niet meten. En daarom hebben we modellen nodig. Nou, dat is leuk. Maar dat is natuurlijk nooit zo goed als meten. Dan geef je ze jezelf toe. Dan krijg je een soort situatie dat een paar programmeurs een soort sim-earth maken. Maar dan een soort sim-Nederlandse landbouw. En daarmee wordt alles gestuurd. En daarmee wordt alles juridisch vastgelegd. Dit is echt wat het is. En dat is een beetje raar, want in het buitenland zijn er wel degelijk studies geweest die gemeten hebben. Van hoe zit dat nou met die ammoniakdepositie? Hoe verspreidt een boerderij stikstof? En die komen niet allemaal overeen met dat RIVM-model. Wat betekent dit? Nou, de laatste trend is kennelijk gebiedsgerichte aanpak, omdat die iets van boerderij in misschien wel tientallen kilometers omgeving stikstof verspreidt, nou, dat is nog maar de vraag. Want dat is volgens een model. Maar als dat model eruit gaat, en dat gaat steeds harder onderuit, dan is die gebiedsgerichte aanpak, waar we nu misschien enorme stappen mee gaan doen, en heel veel boeren voor mee weghalen, en enorm veel geld voor gaan uitgeven, misschien over een paar jaar staan we hier weer. Dus dat lijkt me niet zo handig. Die kun je later allemaal opzoeken online op de site van de Agractie, komt deze presentatie ook. Het zijn een aantal studies die je zelf kunt nalopen. Het RIVM gaat trouwens ook aan de gang met meer meten. Dus dat zit lekker, dat naar meer meten gaan zit in de pijplijn. En dat betekent dat hele modeldenken en het hele rapport van Erisman, hè, dat is allemaal gebaseerd op het modeldenken. Dat kun je dan weer afvoeren. Dus je blijft lekker bezig. Dit is een hele aardige. Kijk hier even goed naar. Dit is aan de Ivoorkust. En ik heb deze uitgekozen omdat het een leuk plaatje is. En dan zie je bij A16, dat is een beetje onderaan links, dan zie je heel snel verloop van kleuren. Dat betekent dat in ongeveer 5 kilometer ineens de stikstofdepositie hard afneemt. Dat betekent ook dat je daar een paar kilometer dus al veel minder merkt van de stikstofdepositie. Dat over gebiedsgericht. Dus dit soort dingen zijn belangrijk. Nou, dan kom ik op eerst lopen, pas later meten. Dit is het gewoon het gevaar. We gaan misschien de hele Gelderse Vallei leegvegen. Of 70% van de veehouders daar weg of meer. En dan gaan we er over een paar jaar achter komen. Van, we hadden toch eigenlijk het niet op een model moeten baseren. We hebben geen oplossing. Dan staan we hier opnieuw. Tenminste, wat er dan van over is, staat hier dan opnieuw. Ja, daar word je niet blij van. Dus ik heb geprobeerd een vrij neutraal verhaal te vertellen, gebaseerd op feiten. Wil je meer weten? Nou, scan deze QR-code, ga hiernaar of kijk op de site van de Agractie. Er staan wat meer rapporten, papers en verwijzingen. Rest me om te zeggen van wauw, al die trekkers hier, jullie staan hier allemaal al een hele poos te luisteren. Je mag best een beetje trots zijn op jezelf, dus hou hem erin.